Na zijn huwelijk met Guinevere is Arthur veel weg met zijn ridders om het land te verdedigen. Guinevere en haar hofdames wachten dan eenzaam op het slot Camelot op hun terugkeer. Zij vullen hun dagen met spinnen, weven, borduren, bierbrouwen en roddelen. Guinevere is overtuigd christen en vindt de kuisheid van de hofdames zeer belangrijk. Guinevere's grootste verdriet is dat zij geen kinderen krijgt en dus niet voor een troonopvolger voor Arthur kan zorgen.